zei een krant Mioris. Weten jullie het al, wat het is? Het glimt wel mooi, hè? Ja, lieve vrienden, het is vandaag alweer zondag en alweer reeds 31 januari. En we leven om 18 minuten over 3. En ik zit te wachten samen met Karen aan de telefoon op een pakketje. En die twee die zijn krankmioris. En dat was een bot die op de grond viel, wat de buurman niet mag. Want dat is herrie. Nee, zit klop klop als die thuis is. Nou, die zijn echt gek, die twee. Echt wel. Nou, en vannacht dat ik langs de gracht liep met ze, hadden ze al gestrooid. Leuk, lief en aardig. Maar die troep kwam allemaal aan mijn wieltjes om er water te zitten. Dus dat heb ik allemaal meegenomen naar binnen. Dus ik moet straks even stofzuigen. Ook dat nog. Dus ik heb het zo druk als een kleine baasinnetje. Ja. En dat op zondag nog wel. Maar ja, moet nog eenmaal. Maar oké, ik wens jullie natuurlijk ook uiteraard een welkom bij een goed nieuwe vlog. Ik heb Karin dus aan de lijn. En ik moet hierop uitkijken dat ik die twee honden tegen me aan krijg. Weg. Oké. Nou, dat zijn hier twee hartstikke gek aan doen. Sluisdijkstraat. Dat is hier in de stad al. Sluisdijkstraat. Het pakketje komt steeds dichterbij. Ja, echt wel. Karin die is hem aan het volgen. Ja, ze kan hem helemaal volgen van A tot Z. Dus... die zegt wel iedere keer, hij is nou daar, hij is nou daar. Zo, Beatrice-straat. Hé! Hey! Zo hoeft het ook niet. Dat wil ik dus niet hebben op die manier. Klaar nu. Zo. Ook goedemorgen. Oh nee, goedemiddag. Beatrice-straat. Nou, hij is hier bijna bij me, dus ja. Maar oké, ik pak jullie straks er wel weer bij. Ik ga nu eerst even de stofzuiger erbij halen. Ik zou zeggen tot straks. Zo, lieve vrienden, ik heb een bak koffie staan. Ik heb Karin nog steeds aan de telefoon. En het pakketje is binnen. Ja. Wat zou daarin zitten? Wat zou daarin zitten? Ik weet het, Karin weet het, maar jullie weten het niet. Nee, dan moet ik eerst zien hoe ik hem open zal gaan maken. Of het makkelijk gaat, of dat het niet makkelijk gaat. Maar dit gaat makkelijk. Dan geef ik zo in één keer mijn tafel. Dat moet maar niet. Daar even neerleggen, mijn bril die zit niet lekker op mijn neus. Ook dat nog. Dan moet ik hier kijken. Ik laat dat denk ik dicht. Ja, ik ga gewoon. Dan haal ik nog een doosje eruit. Met nog iets. Oh ja. Nou, maar dat. Ik laat doosjes zien. Ja. Weten jullie het al? Ik denk het wel, hè? Nou, dan kan dit doosje eventjes aan de kant. Het wordt hier een en al doos bij mij. Een doos van de ringelam. Een doos van de muis. De computermuis. En dan weer een doos van dit pakketje. Moet ik even zien hoe ik dat openen moet. Er zit ook nog een plakketje. Nou, daar pak ik wel een schaar voor. En die hak al klaar gelegen. Denk je om een stokmeisje? Ik moet maar van me af, hè.
Hij wil niet. Schaar is zelfs te dik om ertussen te doen. Zo dan. Wat een nestje. Nou moet wel weer weg. Een nestje die deun aan de schaar. Zo. Voilà, voilà. Andere kant ook nog. Daar nog, daar nog. Nee, dan gaat hij omhoog. Voilà. Weten jullie het al, wat het is? Het glimt wel mooi, hè? Ja, spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Zelfs ik vind het eng, hoor. En hij is zwaar. Wow. Halleluja. Nou, ja, niet overdrijven. Overdrijven is ook een vak. Maar, ik heb wel weer hulp nodig van Karin. Hij is ietsje pietsje breder. En qua lengte scheelt het heel wat. Karin. Ja. Ja, dan is hij nog vele malen langer. Nou, dat plakding haal ik eraf. Maar, zien jullie het? Juist, jullie zien het goed en ik ben er helemaal happy mee. Een nieuwe mobiel. Maar, dan moet hij ook nog aan de praat. Past die adapter er wel aan? Want dat zal wel leeg zijn, hè? Ook. Nee, mijn adapter past er niet aan. Kunnen we niet opladen. Hey. En toen? Weet ik het niet. Past die erin? Ik heb hier van alles en nog wat, maar of het erin... Mama, even verder kijken in uw doosje. Oh, zit een... Oh, wacht even. Dan moet ik eerst nog weer wat hebben. Zit er nog meer in, hoor. Dan zit er nog meer in? Oké. Oh, ja, dat weet ik niet. Nou, eerst uw doosje bekijken. En dan pas stressen. Een stekker nog. Oké. Dan hang ik dit zo. Ik maak hier weer op, want dat legt me in de weg weg. Dat hangt me in de weg weg weg. Er gebeurt hier veel buitenom. Nou, nou. Zo, dan gaan we weer verder kijken. Een heel, heel leuk klein bakje. Daar zit de snoer in. Nog hier geluide kreukels. Ook dat. Ik heb mijn benen niet kwijt. Dat is één snoer. En nog een twee. Ah, dat zijn oordopjes. Maar ik heb een oordopje. En die zal ik wel, denk ik, gaan gebruiken. Ja. Want ik heb hier een hekel aan. Ja, en die kennen we wel weer via Bluetooth. Hier zit niks in, hè, in dat kleine bakje. Nee. Nou, dan is deze. Deze in ieder geval één. Ben ik blij dat ik er een stekkerdoos erbij heb gelegen. Maar hij moet eerst natuurlijk opgeladen worden en dat simmetje moet erin zeker in. Mam, rustig. U kan hem gewoon dat en dat simmetje, de sim van uw telefoon, dat kan, dat leg ik u zo meteen even allemaal uit. Want u bent nu nog aan het filmen waarschijnlijk. Ja. Zo. En dat leg ik u allemaal zo meteen even rustig uit. Ja, jij zei dat er ook zo'n dingetje bij zat, maar dat zie ik dus weer niet. Jawel, als u in het doosje aan moet u eventjes de beide bakjes en van dat telefoonding, moet u goed kijken. Ja, nou. Er zit nog iets in.
Nou, ik... Ik zie niks hoor. Mama, maak even een foto van. Ja, gewoon voor elkaar. Hoe was het? Dat is hem wel. Alleen dan kijkt hij net even niet goed. Dat zit er in elk telefoon dingetje. Alleen het is allemaal lekker zwart, zwart, zwart. Ja. Ja. Nou, dit is het doosje. Nou, daar zie ik niks in glinnen. Ik krijg dat 1, 2, 3 er niet uit. Hierheen ja, een uit doosje. Krijgen. Hierheen een doosje. En daar zat een snoertje in. Hier nog één, zat ook een snoertje in. En hier een klein doosje. Je moet het eruit zien te krijgen. Hier een heel klein doosje. Ja. En die is leeg. Zo. Dat voor Karin. Die krijgt hem wel binnen. Nou, dan zal ik even proberen om dit eruit te krijgen. Nee, die zit vast. Die zit helemaal muurvast. Dus ik denk dat het hier in behoort te zitten. Maar die is leeg. Daar zit niks in. Nou, ik zal zo kijken hoor voor u. Want dat is nooit leeg, want dat mag niet. Het hele kleine doosje. Nee, naar binnen bij mij. Heel klein lief doosje. Heel klein. En die is leeg. Ja, en ik zie daar ook het boekje in vast zitten, in de deksel. Ja, maar die zit er ook in vast. Jongen, nog een toe. Jeetje. Nou. Hallo. Jeetje. Dan maak ik hem ook nog wijd, hè, die doos. Maar we... Ja. Pak anders even een soort van schaartje erbij. Dan gaat het wat makkelijker. Of een briefopener. Ja, hé! Hey. Ja, hé! Hey. Niet zo gelijk in paniek raken. Ik ga... Eens controleren. Oké, okay, dat is ook nog een doosje. Wat zit daar dan in? Beschrijvingen. De beschrijvingen, ja. En inderdaad. Er zit ook een soort van dingetje bij. Ja, dat dingetje. Ja, mooi. Mam. Ja. U probeert uw nieuwe telefoon aan te doen. Ja, dan moet ik eerst proberen. Nee, ik weet zelf ook even niet meer hoe dat moest. Ja, hij doet het. Mooi. Ik moet eerst het pennetje eruit hebben. Ja, mag zo meteen. Mama, dat is voor later. Even wachten. Oh. Even geduld. Ja? Laat eerst eventjes die nieuwe telefoon opstarten. Ja, dat doet hij. Mooi. En maak er anders zo die mogelijk foto's van. Oh, deze trilt een beetje, maar kijk ook niks aan doen. Dit zijn allemaal talen. Mama, luister, wilt u eventjes wat van een afstandje
maken, want dan weet ik precies hoe ik u moet helpen. Want dit is een beetje wazig. Er komen allerlei talen voor langs. Ja, mam, weet ik. I know. Maar ik heb de camera nog lopen, hè? Ja, dat weet ik. Nou moet ik even denken hoe ik dat ook weer moest doen. Als u op dat pijl, op dat blauwe pijltje drukt. Nou moet ik even nadenken, hoor. Ja, ik zie het. Deut. En anders wat u kan doen, wacht even, geduld, mijn vlog naar voren halen. En voor mijn unboxing vlog. Nederland, België. Nederland, Nederland. Die heb ik aangetikt. Volgende. Licentieovereenkomst, einde gebruik. Ja, alles, mama, gewoon. U hoeft niet alles te. Ja, kan wel. Alles aanvinken. Delen, wat is het? Die. Mocht het niet uitkomen, dan kan u altijd nog deze erbij pakken. Inderdaad, gewoon Nederlands en alles accepteren. En anders, als u het niet weet, maak een foto. Ja. Dan kan ik u helpen. Volgende. Ja. Ook die. Oh jee. Als u het niet weet, maak een foto en stuur het naar me door. Ja, maar dit kan ik zelf oplossen, moet ik op mijn medicijnendoosje pakken. Ga iets aan de kant. Hobbelen. Ja. Miauw, miauw. Is je miauw, 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 miauw? Ja? 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 Wou jij naar boven, Kandels? Doe maar. Zo, wegwezen. En ik zal eerst eens even afsluiten met onze vrienden. En ik zou zeggen, ik hou jullie natuurlijk op de hoogte van het rijden en het zeilen van mijn nieuwe telefoon. Ik zou zeggen, tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, ik zie er niet uit, maar het doet er ook niet toe. Het is ook hartstikke laat. Ja, kan ik ook niks aan doen. Ik vlog dus nou met mijn nieuwe camera en ik ben er helemaal blij mee. Met mijn nieuwe mobiel en ik ga er ook mee vloggen. Het is enkel het uitzoeken van ja, waar heb ik het ook alweer staan? Ik weet het niet, maar ik had het gevonden. Maar nou past de kabel van de mobiel niet op mijn computer. Ook dat. Maar ja, maakt niet uit. Het is ook al hartstikke laat, even zien. Het is nu 3:09 in de nacht. Wow, hoe doe ik dat? Ja, ik kan er niks aan doen. Maar ja, het is nou eenmaal zo. Maar ik wens jullie wel, namens mijn diertjes, Hero, een hele fijne liefdevolle nacht toe. Straks over een paar uurtjes er weer gezond uit. En dan is het weer maandag. En dan moet weer hard gewerkt worden. Ook komt Astrid dan weer, mijn huishoudelijke zorg. Dus ja, dan is weer handje laten wappen. Plus morgen nog weer met dit ding weer aan de gang. Ja, ja, ja. Roderick helpt erbij, want die is morgen vrij. En ook nog even met een of andere programma waar ik nog geen verstand van heb. Daar zou die ook even mee helpen. Maar dat komt allemaal goed. Ja, ik hou gewoon vol voor de moed. Dat lieve vrienden, ik wens jullie allemaal een welterusten en een goede nacht. Tot aan de andere kant van de nacht. Doei!